Frans van Gesthuizen. Vooraf dacht ik, dit wordt een hele moeilijke wedstrijd. Eindhoven gezien het verleden ook. Maar uiteindelijk bleek er niet zo heel veel aan de hand eigenlijk. Hetzelfde dachten wij ook. Hè. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Niet zozeer gezien het verleden, maar ook gezien het feit dat we natuurlijk de laatste drie wedstrijden verloren hebben. Hè. Wat doet dat met het vertrouwen? Hè. Dan kun je nog met hele goede bedoelingen hier komen en je wil winnen. Dat is altijd zo. Uiteindelijk maar afwachten hoe dat dan gaat. Maar ik denk uiteindelijk vanaf de eerste minuut dat we wel domineerden. En wij ook wel het gevoel kregen, ja, deze wedstrijd moet te winnen zijn. En dat moet je nog wel even doen. En ja, ik denk als je kijkt naar de kansenverhouding tussen deze wedstrijd en vorige week, zal er niet heel veel verschil in zitten. Misschien vorige week nog wel eens een paar grotere. Zijn we nu veel effectiever geweest. Matthijs, gefeliciteerd. Je wint uiteindelijk toch nog voor de winterstop met ruime cijfers, met 4-1. Lekkere wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk goed begonnen. Waar de laatste weken eigenlijk iets minder ging, hebben we onze rug toch gerecht vandaag. En ook een keertje lekker om met zo'n uitslag te winnen. Ja, en dat is toch lekker. Zeker zo vlak voor de winterstop. Was het heel belangrijk ook voor de ploeg om toch nog even die 3 punten te pakken zo voor de winterstop? Ja, weet je, wat we vooral hebben gezegd is, zorg niet dat het even een wedstrijdje wordt voor de winterstop. Hè? De laatste wedstrijdje, even 3 punten pakken. Want zo werkt het gewoon niet in deze competitie. We hebben ook vooral gehamerd op, het is niet even een laatste wedstrijdje. Het is de eerste wedstrijd van een nieuwe periode. En wij hebben 3 keer verloren, dus we moeten ons revancheren voor die laatste wedstrijden. Nou, dat hebben we goed gedaan. Nou, toch nog kritisch na toch een vrij makkelijke zege. Ja, precies. Maar je moet denk ik altijd kritisch blijven. Het is niet zo dat het de laatste weken supergoed is gegaan. Dus aan de ene kant genieten van deze overwinning. Maar er is nog zat voor ons om te verbeteren. Ja, dat is lekker. Je staat nu dus bovenaan in de periodestand. Als je kijkt naar de gewone stand, dan sta je nu 9e. Ben je tevreden met dat resultaat? Nou, uiteindelijk als je kijkt naar de doelstelling, hè, die Wilco van Schaik en dus de club in het beleid heeft neergelegd, is de doelstelling play-offs halen. Nou, als je kijkt naar de stand, ik heb de uitslagen nog niet gezien, dan is dat een play-off plek. Uiteindelijk hebben wij ook natuurlijk ambitie en wil je hogerop. Alleen dat is waar we nu staan. En dat is uiteindelijk wel de doelstelling. Ja, wil je dan zeggen dat je nu tevreden bent? Nee, we willen met het team beter. We willen constanter zijn. We willen stabieler worden. Nou, dat moet wat meer opleveren. Maar uiteindelijk ja, is de doelstelling, en dat vergeten mensen misschien. Jij begint ook meteen over de periodestand na 1 wedstrijd. Nou, laten we eerst eens rustig een paar wedstrijden verder zijn. Het team moet ontwikkelen. En uiteindelijk willen we ook wedstrijden winnen. En de jongens willen ook wedstrijden winnen. Alleen dat onstabiele, dat moet eruit. We zijn heel wisselvallig geweest de eerste seizoen zelf. Toch belangrijk voor de ploeg ook wel, denk ik, om toch vlak voor de winterstop nog even zo lekker te winnen. Ja, precies. Het is lekker de kerst ingaan, maar het is ook de eerste wedstrijd van de nieuwe periode. En er zijn gewoon weer volop kansen voor ons. Dus ik denk, ja, lekker geëindigd en in principe lekker begonnen. Hey, het leek er heel lang op dat je de nul zou houden. En ik dacht ook echt even van, je gaat hem over de scheef trekken. Nou, dan schiet hij hem toch binnen, die vervelende spits. Ja, klote, baal ik van. In zo'n wedstrijd waar ik in principe weinig te doen heb, is het voor mij heel belangrijk om de nul te houden, om een lekker gevoel te houden. En ik denk dat het ook dat het in de groep ook zo moet zijn. Van oké, we staan 3-0 voor en houd het maar zo en gewoon die nul houden. Ik snap ook wel dat jongens voor een doelpuntje willen gaan. Maar voor mij is het klote. En zonder dat je een doelpuntje weggeeft. Ja, en hoe gaat dat gebeuren met deze groep? Is er nog rek in? Of denk je dat er misschien nog iets bij moet? Nou, er zit zeker nog rek in, want er zitten heel veel jonge jongens in deze groep. En die jongens die gaan, gaat met pieken en met dalen. In sommige fases zijn dat pieken. En dan kunnen jongens mee, hè, op het feit dat je 6 of 7 keer achter elkaar wint. Dat is voor de jongens ook lekker, hè, met vertrouwen. Nou, zoals vorige week bijvoorbeeld ook, hè, tegen Almere kom je 2-0 achter. Ja, dan speel je thuis, wil je niet, mensen gaan morgen. Nou, dat is voor die jongens ook allemaal nieuw. Die hebben dat niet meegemaakt, brengt een extra druk met zich mee. Ja, ga er maar aan staan voor jonge jongens, dus is dat lastig. En uiteindelijk moeten jongens daar ook weer mee door en moeten ze van leren. En uiteindelijk, wat Wilco van Schaik ook zei, is dat een overgangsjaar, het eerste jaar. Ja, en op de transfermarkt, waar jij net zei, daar kan er niet zoveel. Dus daar zullen eerst jongens weg moeten voordat er iets kan. Wil je je versterken, anders moeten we het met deze jongens doen. Ja, je zei net al, jongens wilden toch iets te graag nog een doelpuntje maken. Liepen ze te veel naar voren? Misschien wel. Misschien iets te veel naar voren. Misschien iets te veel risico met inspelpases. En ik denk 3-0 voor lekker uitvoetballen. En dan moeten zij op een gegeven moment ook nog keuzes maken. Dus dan heb je waarschijnlijk ook nog de kans om, als je geduldig blijft, de vrije man te zoeken. En dan kom je heus wel tot kansen. Maar we wijkten iets af van onze principes. En gingen iets te opportunistisch naar een 4e of 5e doelpunt. En dat heeft ons denk ik een doelpunt gekost. Als je het geld wel zou hebben, wat zou er dan volgens jou bij moeten? Ja, dan zou je heel breed kijken. Maar zo is het niet. We zijn nu echt bezig met het ontwikkelen van deze spelers. En uiteindelijk zit je als team of als club ook in een situatie dat als er belangstelling is voor spelers die misschien uitblinken.
en het bedrag is goed, ja, dan moet je misschien ook wel verkopen. Dus in die situatie zitten wij nou. Wij hopen als technische staf van niet. Maar dat heeft natuurlijk puur met het sportieve te maken. Ik kan me voorstellen dat de mensen op andere vlakken denken, ja, als er een goed bod komt voor Jantje of Pietje, dan moeten we dat doen, want dat hebben we nodig. Dus dat is altijd een spagaat waar je als club in zit. Ja, want als je nu even de balans opmaakt, het is nu bijna winterstop dus. Met wat voor gevoel ga jij de winterstop in? Staan jullie waar jullie willen staan? Kan het nog beter? Moet er nog iets bij? Nou, we hebben denk ik, volgens mij hebben we uitgesproken om gewoon voor de play-offs plekken te gaan. Ik heb nog niet gekeken wat de stand nu is, maar volgens mij staan we er wel tussen op dit moment. Ja, negende. Negende, ja, nou precies. Dus in principe staan we er oké voor. Maar het had veel beter kunnen zijn. Ik denk dat we een aantal wedstrijden onterecht of onnodig hebben verloren. En ja, er zit nog wel veel groei in, veel rek in het team, denk ik. Dus ja, als we de volgende periode naar de winterstop weer een goede reeks kunnen neerzetten, net als de afgelopen periode, ja, dan is alles weer mogelijk. En dan kun je misschien weer aansluiten bij de top 5. Het zou mooi zijn. Fijne feestdagen. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, het belangrijkste is dus zwarte cijfers schrijven. Maar over het algemeen, ben je tevreden met waar je nu staat en met hoe dit seizoen nu verloopt? Ja, wisselvallig. Hè. In totaliteit wisselvallig. Wisselvallig begonnen. Daarna een redelijk stabiele periode gehad. Met een aantal keren de nul overwinningen in de periode meegedaan. En geëindigd met 3 wedstrijden wisselvallig. En slecht qua resultaat. En wisselvallig qua voetbal. En nu op het laatste een overwinning. Ja, waardoor je weer wat aansluiting houdt met die bovenste. En sta je denk ik, jij zei het 8e of 9e. Is wel een doelstelling die je dan haalt. Uiteindelijk krijg je tussendoor geen prijzen voor die doelstelling. Dus wisselvalligheid is wel het woord wat we dit jaar waar we op terug moeten kijken. Zeg maar. En dat is het grootste verbeterpunt? Ja, maar dat is ook, hè, wat ik net zei, jonge spelers. Ja, dat kun je wel zeggen van moet dit, moet dat. Maar dat blijft altijd wisselvallig. En de jongens kunnen alleen maar leren door deze wedstrijden te spelen, ervaren. En dan moet die wisselvalligheid er ook uit. En ja, weet je, uiteindelijk sta je waar je staat. Aan het einde van de rit en nu ook. En dan heb je dat waarschijnlijk verdiend. Kijk, als je kijkt naar die bovenste jongens, die bovenste teams, hebben wij ook van geen één team gewonnen. Dus willen we ook een stapje maken naar waar mensen het over hebben, naar die bovenste groep. Ja, dan zullen we ook eens wedstrijden van die teams moeten gaan winnen. Lijkt mij een uitstekend voornemen voor 2020. Fijne feestdagen. Ja, dankjewel.